Like deze video met je duim. Kan je dat? Nee, ik daag je uit. Oké, lang verhaal kort. Ik kreeg een vriendschapsverzoek. Alweer. Alleen deze keer was het echt anders. Ik ben Mia 2050. Ik heb het vriendschapsverzoek al geaccepteerd. En in het eerste opzicht gewoon een Roblox profiel. Maar toen ik naar beneden scrolde, ze heeft haar account aangemaakt op 1 januari 2050. En volgens mijn niet bestaande horloge is dat pas over 30 jaar. Hoe kun je een account hebben aangemaakt ver in de toekomst? Niet, is het antwoord. Ik denk dat het een glitch is. Maar we kunnen haar een berichtje sturen. Oh, wacht eens even. Ik zie in de chat dat ze in Brookhaven zit. Wat als ik gewoon op join klik? Oké, ik ben gespant. Het ziet er naar uit dat ik alleen ben. Mia? Hallo? Ik heb je vriendschapsverzoek geaccepteerd. Kan je me uitleggen hoe je account is aangemaakt in 2050? Mia? Mia, wat doe je hier? We hebben geen tijd te verliezen. Wacht, wat bedoel je? Ze zijn begonnen met het plan. Wie zijn begonnen met het plan? Ik snap het niet. Je kent ze wel. De agency. De agency. Oh, met die bunker. Ze zegt kom mee. Oh, ik kom al. Oké, we lopen achter Mia aan. Maar over welk plan heeft ze het? Oké, ik zit met Mia in de auto en ik heb geen idee waar ze naartoe rijdt. Maar ik ben echt heel benieuwd. Wacht eens even. Wat gaat ze nou doen? Ze gaat haar auto wassen? Oh, nee, volgens mij niet. Ze gaat er vandoor. Ik snap het niet. In dit gedeelte van Brookhaven kom ik bijna nooit. Want er is niks. Mia? Zoals ik al zei, geen tijd te verliezen. Ja, maar hoe bedoel je dat? Sorry hoor, Mia, maar als je me geen uitleg geeft, snap ik het niet. Wacht even. Wat is dit nou weer? Moeten we hierin? Dit slaat nergens op. Gewoon weer een speler die me in de maling neemt. Mia, wat is dit? De toekomst van Brookhaven. Dat meen je niet. Is het een portaal? Alleen in de toekomst is het plan te stoppen. Oh nee, maar inderdaad, het logo van de agency. Oké, vertel, wat moet ik doen? Stap in het portaal en je bent in Brookhaven 2050. Dat is bijna 30 jaar de toekomst in. En pak de ID-kaart. Is dat alles? Je wil gewoon dat ik een ID-kaart pak in het best beveiligde gebouw van Brookhaven. Oké. Nou ja, ik heb geen keus. Ik wil de agency tegenhouden. Je hebt 10 minuten. Wat? Oké, prima. Ik ga ervoor. 3, 2, 1... Wow, dus dit is Brookhaven in de toekomst? Oké, ik heb geen tijd. Wat is dat? Wacht eens even. Wat zei ze ook alweer? De best beveiligde toren. Dat moet deze zijn. No way. Dit is veel beter dan een taxi. Dus dit is de toren waar ze het over had. We gaan snel naar binnen. Oh my gosh, dat meen je niet. De Brookhaven Bank heeft 1 medewerker. Hier zijn er 3. Of nou ja, 4. Oké, hier kunnen we niet naar binnen. Wat is dit? Het kantoor van de manager. Oké. We zijn dus op zoek naar een kaartje. Dat is alle informatie die ik heb. Oh. Er staat een code. 0513. Oké, dat moet belangrijk zijn. Wat is dit? Een kaart. Oké, onthoud met me mee. 0513. Daar gaan we. Oké, hij staat met zijn rug naar ons toe. Kunnen we dan misschien nu hier naar binnen of niet? Ja, het kan. Oké, en wat moeten we nu doen? Er zijn hier 2 kanten waar we op kunnen. Ik weet niet wat ik doe, maar dat is meestal zo. Niet veel nieuws dus. Alleen deze keer kan ik de wereld redden. Oh my gosh, dat... Wacht eens even. Voorzichtig. Voorzichtig, er ligt daar weer een kaartje. Maar dit is geen ID-kaart. Dit is denk ik weer een kaart om een deur mee te openen. We gaan van kaart naar kaart. Het lijkt wel kwartet. Wacht eens even, is dit een kluis? Ik denk het wel. Oké, we gaan naar beneden toe. No way. Wacht, kunnen we deze dingen openen? Er zit goud in. Ik ben rijk. Oh ja, ik moet de wereld redden. Je hebt gelijk. Oh, wacht. Dit is denk ik de echte kluis waar het om gaat. Werkt het? Oh. Oh ja. Dat zei Mia al. Best beveiligde kluis. Oké, voorzichtig. Oké, perfect. En dan de code. Wat was het ook alweer? Taco 1, 2, 3. Nee, Bob. Nee, laat maar. Ik weet het weer. 0, 5, 1, 3, denk ik. No way. Oké, er is weer superveel goud. Maar daar zijn we niet naar op zoek. We zoeken een ID-kaart. Wacht eens even. Volgens mij is dit hem. Oké, wat staat erop? Wacht even. Ik sta erop. Waarschijnlijk kan ik dit gebruiken om te doen alsof ik bij de agency hoor. Oh nee, volgens mij weten ze dat ik hier ben. Wacht eens even. Er zit een scheur in de grond. Oké, snel. Let's go. Perfect. Oké, naar beneden. Ik weet niet hoe lang ik nog heb, maar volgens mij zijn de 10 minuten bijna voorbij. Oké, snel de ladder op. Ik ben weer terug in Brookhaven. Oké, maar net op tijd, want ik heb het kaartje bij me. Alles wat ik nu moet doen is weten waar Mia is. Mia, ze zijn hier. Je bedoelt de agency? Ik laat je hier niet achter. Je hebt geen tijd. Ga zonder mij. Nee, jij hebt me geholpen om naar Brookhaven in de toekomst te reizen. Dus ik help jou.
Oké, kom op. Op naar het ziekenhuis. Ik had al zo'n idee dat de agency het door had. Want ook toen ik net in de bank was van Brookhaven in de toekomst, hoorde ik al voetstappen. Oké, geen tijd te verliezen. Kom op, Mia. Blijf hier maar even uitrusten. Oké, Mia, luister. Ik heb het kaartje bij me. Vertel, wat nu? Met dat kaartje kan je de bunker vernietigen. Oké, de bunker. Ik weet wat het is. Maar luister. Inderdaad, blijf even liggen. Ik ga mijn best doen je niet teleur te stellen. Oké. Ik denk dat ik het al begrijp. Waarschijnlijk heeft de bunker een soort van zelfvernietigingssysteem. Wat alles verwoest wanneer er echt geen andere uitweg meer is. Maar dat systeem is alleen te activeren als je lid bent van de agency. Anders zou iedereen het kunnen doen. En nu wij dit neppe kaartje hebben, kunnen wij het systeem laten geloven dat wij dus bij de agency horen. Oké, we zijn er nu echt bijna. De bunker van de agency zit bij het benzinestation. Oh, er is een auto. Oh, snel, snel, snel. Ik moet hier naar binnen. Kijk, er is daar letterlijk een auto. Wat doet hij? Wie is dat? Hij lijkt wel een masker op te hebben. Waar gaat hij naartoe? Wacht eens even. Hij loopt richting de bunker. Hij is de bunker ingegaan. Oké, wacht even. Ik ga iets meer hier staan voor de zekerheid, want daar is hij weer. Wat heeft hij bij zich? Oh nee. Volgens mij wil hij dat gebruiken voor het plan. Het plan waarvan ik nog steeds niet weet wat het is. Oké, hij is er vandoor. Dit is zo'n moment waarop tijd een belangrijke rol speelt. Oké. Volgens mij staat hij op het punt om Brookhaven te verlaten. Kijk, daar gaat hij. Oké, dit is mijn kans. Hij gebruikte dus net een kaartje om naar binnen te komen. Nou, dat kaartje hebben wij ook, dus bij deze. Let's go. We zijn er. Oké, volgens mij weet ik het al. We moeten dit hier openen. Oh nee, dan moeten we deze twee dingen omhalen. Meestal bij een zelfvernietiging gaan er heel veel stappen aan vooraf. Omdat je natuurlijk niet wil dat het per ongeluk gaat. Dus alles wat we kunnen indrukken, dat drukken we in. Oké, de elektriciteit staat aan. Nu zit er nog maar één ding op. We moeten dit kaartje tegen de laatste knop houden. Oh, de bunker ging open. Snel, onder de tafel. Daar is die. Ik weet zeker dat ik wat hoorde. Oh nee, het zal wel aan mijn masker liggen. Hij gaat weer weg. Oké, dit is mijn kans. En ik heb er maar één. Alle knoppen zijn nog ingedrukt. Alle hendels zijn omgedraaid. En het pasje heb ik nog. Oké, daar gaan we. Wie ben jij? Laat me raden. Mia heeft je gestuurd. Ja? Hoe weet jij dat nou weer? Mia is al jaren bezig ons plan te verpesten. Welk plan? En wie ben jij? Dat zijn twee vragen. En omdat je zo ver bent gekomen, beantwoord ik er één. Oh nee, oké. Willen we weten wat zijn plan is? Wat de agency wil? Of willen we weten wie er achter dat masker zit? Oké, nee, het plan is belangrijker. Dat is de reden waarom we hier überhaupt zijn. Oké, mijn vraag is, wat is jullie plan? Slimme vraag. Dankjewel. Ik ben ook pittig slim. Dus wat is het? Brookhaven zit vol met energie. Elke dag zijn hier zoveel spelers die gelukkig zijn. Als ik al die energie kan stelen, kan ik heel Roblox veroveren. Wacht, je wil Roblox overnemen? Ik ben een slechterik met een masker in een net pak. Wat had je anders verwacht? Oké, ja, daar zit wat in. Het is cliché, maar het is wel weer logisch. Maar dat laat ik niet gebeuren. Je bent al te laat. Oh ja? Weet je dat zeker? Kijk eens om je heen. Al die knopjes die licht geven. Alleen de blauwe naast jou, die moet nog ingedrukt worden. Je denkt toch niet dat alle knopjes indrukken voldoende is? Nee, zeker niet. En daarom heb ik het pasje. Nee, weg hier. Oh, dat had je niet verwacht. Kijk, ik heb het pasje. Weg! Oh, hij heeft een taser. Oké, rustig. Kijk, ik ga al. Oké, wacht, ik heb een idee. Hopelijk werkt dit. Als het goed is, zit hier ergens een lamp. Ja, kijk, perfect. Nu is het donker. Oh. Hij zoekt me. Oké, volgens mij is hij weg. Dus ik denk, oh, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Hij wil de hendels weer uitzetten. Maar daar is de knop. Oh, oké, de bunker gaat open. Daar is hij. Hij kruipt eruit. Hij is denk ik verzwakt. Oké, en nu? Hij staat op. Hij pakt er een soort van walkie-talkie bij. Hij zegt iets. Met wie praat hij? En hij is weg. Oké, één ding is zeker. De agency heeft technieken die wij in deze tijd van Brookhaven nog helemaal niet kennen. Maar dat is dus niet zo gek. Want zij kunnen naar de toekomst. Iets wat wij vandaag voor 10 minuten hebben gedaan. Maar dat was net genoeg om dit kaartje te krijgen. Abonneer voor meer en... Oh nee, Mia! Hopelijk gaat het goed met haar. Ik ben een beetje zenuwachtig. Mia, luister. Volgens mij is het me gelukt. Oh nee. Ze hebben Mia. Mia, het is je gelukt. Het is ons gelukt. Je hebt het plan gestopt. Yes! Voor nu. Abonneer voor meer en adios.